2, 1, start! Op het Stadsplein werd zondag de Amstelveense Nationale Sportweek afgesloten met het evenement Amstelveen on Wheels. Ja, dit is onze officiële afsluiting van de week. We zijn vorige week vrijdag begonnen met een 10-10 challenge bij de scholen. We hebben een heel leuk weekend gehad waarbij we de Denksport en de Poeldag hebben georganiseerd. Ook heel erg geslaagd. Tussendoor hebben we op woensdag nog een talentenworkshop gedaan. Daarnaast hebben alle verenigingen hun deuren opengesteld voor de inwoners van Amstelveen. Dan hebben die eigenlijk allemaal leuke activiteiten binnen hun eigen vereniging georganiseerd. En die hebben wij eigenlijk gepromoot binnen, onder de bewoners. En dit is dan nu de afsluiting en volgens mij nu al zeer geslaagd. Het afsluitende evenement werd gestart met de officiële opening door wethouder Herbert Raad, wereldkampioen BMX Zietse van Berkel en de Amstelveense Paralympisch kampioen Daniel Abraham. Ik heb zelf de opening van die parcours gedaan en we hebben gewoon eerst een rondje met de kinderen gefietst. En dat was mooi, de kinderen die waren ze niet te houden, hè. Die gaan ze gewoon echt fanatiek gewoon echt fietsen. Dat was wel mooi om te zien. Veel aandacht was er voor de stunts van BMX-kampioen Sietse van Berkel. Ook hij vindt het belangrijk dat de jeugd blijft bewegen. Ja, het is superleuk om te laten zien, om de kinderen het plezier van fietsen te laten ervaren en het plezier van steppen. En ze op deze manier kennis te laten maken met de sport. Maar ze ook gewoon te activeren om lekker iets te doen wat ze zelf leuk vinden. En of dat uiteindelijk fietsen of step is of een andere vorm van bewegen. Ja, dat maakt me persoonlijk niet zoveel uit als ze maar iets vinden waarvan ze zien van hey, deze jongens hebben een passie gevonden bij het steppen en bij het BMX'en. En voor mij is dat misschien iets anders of hetzelfde. Sven Vismans van Amstelveen Sport benadrukt tenslotte dat er veel steun was vanuit de lokale sportclubs. Wij van Amstelveen Sport waren ontzettend blij hoe de week verlopen was. Dit is nu de finale, de afsluiting en het wordt nu alleen maar mooier en mooier. De dag is echt super. Namens Amstelveen Sport mag ik ook zeggen, alle verenigingen ontzettend bedankt voor jullie inzet. Want we hebben de evenementen ook echt samen gedaan met de verenigingen voor de inwoners van Amstelveen. En we kijken nu uit naar de volgende keer om nog meer mooie dingen samen te organiseren.